De eerste week heb ik dus echt heel zwaar gehad. En dan mag ik ze meteen al eten. En ze vervloekt haar leven. Net als ik. En ik ga nu... Get unready with me. En dan doe ik hem gewoon zo één keer. Ik ben lekker sigaretje aan het roken, meneer. Goedenavond. Nou ja, nacht eigenlijk moet ik zeggen. Het is vandaag Ramadan dag 15. En volgens mij is het 2 uur in de nacht. Ik heb letterlijk in bed gelegen om geprobeerd om te slapen. Ik krijg gewoon geen oog dicht. Ik kan gewoon niet slapen. Maar dat is helemaal niet erg in de Ramadan. Dan een hele bak yoghurt opgegeten. Lekker filmpje gekeken. En ik ben nog niet vol. Ik ben nog niet vol. Normaal gesproken, ik ben altijd vol. Ik ben altijd vol. Ik ben niet vol. Dus wat gaan we doen? Er ligt nog lekker Turks brood in de kast. Ik ga lekker Turks broodje met pindakaas eten. Heerlijk. Misschien ga ik er wel 2 eten. Ik ben echt helemaal mijn beste leven aan het leven. Ik ben zo blij dat ik niet kan slapen en gewoon lekker kan eten. Wat is nou beter? Overdag slapen of in de nacht slapen tijdens Ramadan? Overdag slapen natuurlijk. Ik zit in bed. Ik heb heerlijk Turks brood met pindakaas gesmeerd. En ik ben de film Happy Single aan het kijken. Hallo en een hele goede avond. Uiteindelijk ben ik niet weer in slaap gevallen. Ik heb een heerlijke film gekeken en daarna heb ik nog vlogs gekeken, want ik moet nog wakker blijven tot 4 uur. Het is inmiddels 4:06. Ik moet haasten dat ik nog kan eten. En ik ga een eitje bakken, denk ik. Ik heb eigenlijk niet zoveel zin in ei, want ik heb net echt al superveel gegeten. En ondertussen ben ik met Noor aan het facetimen, maar zij is ook aan het koken, dus je kan haar niet zien. Trouwens, ik hoop echt dat ik zo meteen nog zin heb in kinderchocola. Mama heeft kinderchocola voor mij gehaald. Noor heeft een lekkere fruitsalade. Hé Noor, zwaai eens. En ze vervloekt haar leven, net als ik. Ik heb een brain freeze. het is inmiddels 4:30. Ik heb mijn eten opgegeten en ik ga nu... Dat is echt mijn 13e reden. Ik ga mezelf nu wassen, bidden en dan eindelijk slapen. Ik ben zo moe. Goedemiddag. Ik ben alweer een tijdje wakker. Het is inmiddels 2:15. Ik moet rennen, want ik moet echt weg. Maar ik heb nu een sollicitatiegesprek. Ik heb heerlijk geslapen vannacht. Ik heb al wel heel veel honger gehad. Maar het hongergevoel is nu wel weg. En ik heb best wel wat energie. Dus ik ga dat allemaal in mijn sollicitatiegesprek steken. En daarna kan ik, denk ik, eventjes op de bank gaan zitten of liggen. En dan weet ik nog niet of ik vanavond ga koken of niet. Maar dat zien we wel. Ik ga nu snel naar de auto. Kan je me zo goed zien? Ja. Ik ben dus nu onderweg naar mijn sollicitatiegesprek. En ik heb wel een beetje zenuwen. Want ik vind het echt een heel leuk... Het lijkt me echt een hele leuke baan. Dus ik wil het eigenlijk echt heel graag. Echt. Hoe vaak heb ik nu al sollicitaties gehad? Op de vlog. Volgens mij echt wel heel veel. En ik heb heel vaak dat ik dan zelf heb gezegd van ik wil het niet meer. Maar ik heb dus met deze echt het gevoel dat ik niet ga van gedachten ga veranderen. Ik heb echt het idee dat ik dit echt heel erg leuk ga vinden. Ja, het kan echt zijn dat ik daar straks binnenstap en ik denk, wat een grafsfeer hier. Ik wil hier niet doodgevonden worden. Maar ik denk eigenlijk van niet. Ik heb er gewoon... Oranje. Ik heb er zo'n goed gevoel over. Dus ja, en ik ben ook verbazingwekkend energiek, vind ik. Ik heb trouwens Noors auto meegenomen, want die had ik nog volgetankt. Dus ik denk, ja, ik ga geen tank verspillen. Noor komt donderdag terug voor het weekend van Pasen. Dus ik heb echt helemaal zin in om haar weer te zien. Ik ben lekker sigaretje aan het roken, meneer. Hartstikke lekker. Want we hebben elkaar... Hoe lang ben ik nou terug van Parijs? 0 minuten. Ik kan niet meer filmen. Volgens mij hebben we elkaar een maand niet gezien. Ik ben inmiddels alweer een tijdje terug van mijn sollicitatie. En oh, het is zo goed gegaan. Ik vond het leuk. Nou, wat is de laatste keer dat ik een sollicitatie heb gehad en dat ik het oprecht
leuk vond. Volgens mij is dat echt nog nooit gebeurd in mijn leven. Dus ik ben helemaal hierover te spreken. Ik ga me nu dus even klaarmaken om te gaan bidden. Want ik heb dus één gebed gemist. En dan mag ik zo meteen al eten. Het is echt zo. Ik heb echt anderhalf uur met die vrouw van de sollicitatie zitten praten. Waarover? God knows. Maar, oh, dit is best mooi, zo'n bandje. Oh, wacht. Kijk, nee, het is rammel. Nou ja, in ieder geval, ik ben helemaal positief geworden. Ik ga even snel. Dit is een hijab van Marachi. En die doe ik altijd gewoon, deze kan je namelijk heel snel omdoen. Zo. Zo. En dan doe ik hem gewoon zo één keer om mijn hoofd heen. Het blijft zo handig zitten. En dan hier insteken. Et voilà. Kijk dan. Nou, en dan kan ik bidden. Het is gewoon echt zo makkelijk deze. Dus ik ga nu bidden. Ik denk één keer. Misschien doe ik gelijk de tweede erachteraan. Dan zitten we alweer op het vierde gebed. En na het vierde gebed mag ik eten. Ah! Ik heb zo zin om te eten. Mama is gewoon lekker een lekkere maaltijd aan het klaarmaken. Oké, ik ben net klaar met het laatste gebed. Zoals je ziet is het buiten al redelijk donker. Ik zou even vragen aan mama en Amina hoe laat het precies is. Want dan mag ik eten. Hoe laat is het? 7 uur? Ja, je mag eten. Mogen eten? Oh, wat lekker. Ik zou even filmen wat er allemaal op tafel staat. Mama heeft lekker aardappels voor mij gemaakt. Er is nog kip over van gisteren. Een hele bak met groenten. Oeh! Oh nee! Is hij beslagen? Hele lensbeslag. En pannenkoeken. En natuurlijk een hele doos met dadels. Even een juicy dadel uitzoeken. Ze zijn allemaal heel lekker. Deze. Heerlijk. Oké. Bismillah. Beste. Oh, is dit heerlijk. Oh, ik voel helemaal het water door mijn lichaam lopen. Wat goed. Ik zou hem opkrijgen. Pas op. Sorry. Het is waarschijnlijk gewoon dezelfde heel goed, maar... Het is niet dezelfde. Genoeg gedaan de afgelopen dagen. Zo, als ik zeg dat ik moe ben, dan bedoel ik ook echt dat ik kapot ben. Ik heb net 2 uur lang een toets gemaakt. Omdat ik een soort van intelligentie, persoonlijkheid en nog wat capaciteitentoets moest doen. Voor die sollicitatie waar ik had gesolliciteerd. Zeg maar, een hbo-diploma is niet meer goed deze dagen. Ik moet nog een extra toets doen. Met een hele dag ramadan. En om 11:30 in de avond. Maar weet je, we did it anyway. Get unready with me. Terwijl ik vertel hoe mijn dag was. En ik waarschijnlijk ga zeuren, want dat doe ik altijd. En ik ben zo moe. Ik ben zo moe. Ik ben echt kapot. Moet morgen weer op tijd eruit. Maar ik hoop wel dat ik morgen deze video nog kan editen. Want ik wil deze heel graag online hebben. En ik heb opeens nu op dit moment besloten. Wacht, laat ik een moment. Ik heb besloten dat ik weer meer wil gaan vloggen. Want ik heb nu volgens mij ook echt al... Nou, wat zal het zijn? 4 dagen niet gepost of zo. En ik wil eigenlijk gewoon iets van 4 keer of 3 keer in de week posten. Want elke dag was me echt te veel geworden. Maar 3 of 4 keer in de week vind ik wel gewoon leuk. Dan blijven we gewoon up-to-date samen. Dat komt eigenlijk ook een beetje door de ramadan. Want de eerste week heb ik dus echt heel zwaar gehad. En toen heb ik dus... wat is dit? Ik heb hier een beeldje. Heb ik niet zoveel gevlogd. Maar ik wil dat dus echt wel weer gaan oppakken. Want ik vind het zo leuk om gezellig te kletsen met elkaar. Laat me even weten wanneer je welke dagen je het leukste vindt om een vlog te kijken. Kijk je liever vlogs in het weekend of liever door de week? Of liever bijvoorbeeld maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag? Oké, mijn make-up is er helemaal af en ik ga nu dit opsmeren. Ik heb dit van de huidskliniek gekregen. Het is salicylzuur, dus dat prikt echt in je huid. En daar doe ik dan een beetje van op mijn wangen. Het is een soort schuim, ik weet niet.
Zo een beetje inmasseren en dan... Je hoort het ook helemaal knetteren. Breng ik dat aan op mijn huid. Ik ben helemaal klaargemaakt en ik zit lekker in bed. Ik ga nog heel eventjes een video kijken en dan ga ik lekker slapen. Want eerst eventjes de wekker zetten. De wekker gaat vannacht weer om 4 uur. En ook maar om 1 over 4 en ook maar om 2 over 4 voor als ik er doorheen slaap. Deze YouTube video is echt zo'n mega goede aanrader. Once you pray correctly, the shift happens immediately. Deze man heeft mij zoveel geleerd in 1 video. De video gaat over hoe je het beste echt zeg maar kan bidden. Als in dat je aanwezig bent tijdens het bidden en dat het een soort... Bijna een soort meditatie. Het is ook meditatie eigenlijk voor je wordt. En het is echt heel bijzonder hoe hij dat vertelt. En heel makkelijk eigenlijk. Dingen die je ook eigenlijk allemaal wel weet. Ik zit nu op 13 minuten. De video duurt 36 minuten. En ik heb gewoon aantekeningen gemaakt ondertussen. Omdat ik het zo interessant vond. Dus dat is zeker een aanrader. Nu ga ik lekker even die video afkijken. En dan ga ik lekker slapen. Good night voor nu. Als je deze video tot het einde hebt gekeken, vind ik dat super leuk en super lief. Vergeet niet te abonneren en een comment achter te laten, want ik vind het super leuk om die te lezen. En ik doe heel erg mijn best om daarop te reageren. En dan zie ik je heel graag, ja, morgen weer.